Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steve de Remus. Ik ga mijn schoentjes erbij pakken, want het is weer al tijd om... Het is maandag, ja, tijd om gaan te werken. Ik ben maar een gewone werkvolk hier in België, tot zo zeggen. Maar ik doe het wel graag. Moet ik er ook wel bij zeggen. Ik heb juist ook mails gecheckt. Dus dat ziet er ook allemaal goed uit. Iedereen een goede morgendag gewenst. Dus dat komt allemaal in de chakosh, zal ik zeggen. Wat staat er vandaag op het programma? Dus ja, nu gaan werken. Dat is al nummer 1. 2. De Rode Kruis helpen opzetten voor het bloed geven. 3. Dan even naar mijn schatje toe. 4. Nee, wacht hè. 1. Nu. Ik ga even helemaal opnieuw beginnen. 1. Gaan werken, subiet. 2. Dan van mijn wijk uit naar de Rode Kruis toe. Daar helpen opzetten voor bloed geven. Dan naar hier komen, schoenen vervangen. Of ik pak die gewoon mee. Ik ga die gewoon meenemen. Ja, ik ga die gewoon meenemen. Dus niet meer terug naar hier komen. Dan naar mijn ouders. Dus van het Rode Kruis naar mijn ouders toe. Dan van mijn ouders naar mijn schatje toe. Die 3 uurtjes bezoeken. En leuke dingen doen natuurlijk. Dan terug naar het Rode Kruis. Helpen afrekenen. Dus het bloed geven. Dus dan is het ook weer al 's avonds 21 uur. En dan dat is tot 22 uur en dan is het weer al richting mijn appartementje toe. En dan is het weer al slapenstijd. Ik ga ook kijken, als ik na het bloed geven, terug ga de zaal in orde te brengen en ik ben terug hier, dat ik ook de Q&A ga opnemen. Maar ik kan niks beloven dat het vandaag gaat lukken. Ik ga mijn best doen, want het gaat heel laat zijn. Dat heb ik soms zo, als er iets erbij komt. Er zijn redelijk wat vragen, heb ik gezien, dat er weer is binnengekomen. Dankjewel daarvoor. Deze week ga ik ook opnieuw weer mijn best doen om wat livestreams weer al ook neer te zetten. Dus vergeet ook niet op dat belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer dat ik ook live ga. Voor de rest heb ik nog iets te melden. Nee, want ik moet nu nog naar de kleine kamerke toe. En dan ga ik al richting mijn wagen toe. En dan vertrekken richting mijn weg toe. Tot straks allemaal. Joei. Zo. Hier bij het panels aankomen. Mijn broodje gaan halen. Even in mijn kabas steken. En dan is het weer al terug. Vertrekken richting mijn werk. Mijn promotie is ook gelukt. Gratis een broodje. Dankjewel panels. Kan heerlijk aan smaken. Ja, wat, je komt wel redelijk veel volk, moet ik wel eerlijk toegeven. Oh. En dan ga ik nog Waze even opzetten terug. Dat doe ik altijd. Dat is altijd leuk. Voilà, Waze staat aan. Voilà. Ja, ik sta hier aan het tankstation. Hier zijn nergens geen prijzen uitgestald. Dus ik kan het ook niet weergeven. Allee, tot straks allemaal. Met werken. Hier nu bij Sint Jorisheem aangekomen. Is de volgende opdracht dus helpen hier wat even opbouwen en afrekenen straks. Van het Rode Kruis en al. Dan staan we zo ook nog door naar mijn schatje toe. Dan nog naar mijn ouders. Dan nog tanken. Noem maar op. Ik moet nog redelijk nog wat doen. Dus maar ja, ik ga je hier als eerste helpen opbouwen. Wat heb ik ook vandaag gedaan op het werk? Dat is ontzekering van bussen van 1 liter. En instapelen. En dan de dozen toeplakken en dan stapelen. Oh. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo.
Hallo allemaal en welkom op een nieuwe QQ&A. Dus dat betekent ook de nieuwe Q&A, dat betekent ook een nieuwe datum. De Falassa, de 17e. Dus die stond nog op vorige week hier zo van boven mij. Dus nu staat hij op de 17e, dus die staat nu goed. Falassa. Fred Coquette, wist je dat je in oktober ook verplicht bent van te gaan stemmen? Dus jij denkt dat het door de stemtest te doen, je bewijst dat je niet voor Vlaams Belang stemt. Ja, ik heb dus niet voor Vlaams Belang gestemd. Dat geef ik eerlijk toe. Op welke partij dat ik wel heb gestemd, dat blijft in het midden. Wist je dat ik in je laatste vlog kom? Hoe bedoelt je? Wist je dat je in mijn laatste vlog komt? Nee, dat wist ik niet. En ik wist ook niet dat het verplicht was om gaan te stemmen in oktober. Ik hoor van alles anders er. Dat wijst de toekomst uit. Dan, Alivator. Dag, Remus. Hierbij enkele vragen. Hoe is het met uw boeleke nadat Paul die kapot gemaakt heeft? Het rijdt nog altijd super goed. Gaat Paul deze kosten betalen? Ik weet het niet. Omwille van dat ik daar geen contact meer heb. En de accident en al en wat er allemaal nog gaat gebeuren met mijn boeleke. Dat wordt door mijn vader afgehandeld. Want ik ken daar echt heel weinig van. Wanneer komt Bea bij u wonen? Gaat zij dan ook huur betalen? Of gaat ze u in... Ja, ze gaat dan ook een gedeelte huur betalen. Dus iedereen zijn eigen kosten. Voilà. Wanneer ga je nog eens een goede livestream met kijkers? Dat heb ik sinds kort pas gedaan. Waarom zijn bananen krom? Als ze rechts aan vallen ze om. Kan ik het recept krijgen van de Chipilata Pop? Of is het geheim van Mama Remers? Wel, het is gewoon aardappelpuree met chipilata en daar nog appelmoes bij en dan gele currysaus. Voilà. Heb je gehoord dat jij is liggen friemelen met andere mannen voor geld? Klopt het? Vroeger, heel vroeger wel. Heeft mama Remus ook metalen achterstand of een ijzeren? Daar ga ik niet op in, omwille van dat is ons gewoon belachelijk maken. Wanneer ga je een nieuwe pc halen, zodat de vlogs nooit meer te laat komen? De laatste tijd zijn de vlogs altijd toch redelijk goed op tijd. Punt uit. Het is, hoe is het met de onderbuurvrouw? Of heb jij deze al begraven met haar, ja. Ze leeft nog goed en wel en ik kom er heel goed terug mee overeen. Dan, Juicy HD. De afbeelding wat je daar hebt gepost, mag ik jammer genoeg hier niet meer verkondigen. Of anders kan ik daar problemen krijgen. Dus sorry, ik heb dus dat ook verwijderen. Oké, Kobe. Ik steel geen geld. Dus daarbij, hè. Ik steel echt geen geld, Juicy Adi. Kobe. Waarom blijf je ranzige foto's sturen? Dit is volgens mij illegaal. Vraag maar eens raad aan Bart de Pauw. Ik ga sowieso één ding zeggen. Ik post die dingen niet. Ik geef dat eerlijk toe. Ik post die niet. Dat doet iemand anders. Maar wie? I don't know. Oké. Dan, DKSC. Gaan jij en Bea ooit trouwen, denk je? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ben je de slimste? Hey, Dimi. Ik woon bij u in de buurt en wou je iets vragen. Wij hebben thuis een auto op overschot. Mogen wij die op uw plaats van de appartementen plaatsen? Je staat toch altijd op mijn grond en dan kan ik jouw parkeerplaats gebruiken. Dat zal niet doorgaan, want die parkeerplaatsen staan daar gebonden aan nummerplaten en aan mijn identiteitskaart. Heeft Bea een rijbewijs? Nee. Dan Dabo, opnieuw. Waarom heb je in
De wachtzaal van de dokter wel tijd om Facebook te kijken en geen tijd om op Discord met fans te chatten. Je zegt altijd geen tijd, maar daar in de wachtkamer, jij wel tijd. Jij waren niks aan het doen. In de wachtkamer, ik zit dan niet op Discord of op een chatserver. Dan zit ik gewoon Facebook na te checken of wel gewoon mobiele games te spelen. Voilà. Weer geloog dus blijkbaar. Nee, dat is niet gelogen. Ik vind je dokter een goede dokter of niet? Vind je de dokter? Ja, dat is een hele goede dokter. Echt waar. Vind je... Want ik ga niet met name doen omwille van de privacy wetgeving. Ik noem hier geen namen, alleen maar bijnamen. Dank u. Vindt het meer dan normaal dat je niet een politieke voorkeur mag tonen met de Rode Kruis logo? Waarom jij zo boos dat ze dat niet willen? Ik ga sowieso één ding zeggen. Ik was gewoon heel kwaad omhoog van vloggen, dat is mijn kind. Want ik doe het al redelijk lang nu. En hoe moet ik het ook zeggen? Ja, ze hebben mij zwaar aangevallen en al. En er is ook een vergadering daar rond geweest. Maar ik ga niet tot in de details treden. Dat heb ik hun ook beloofd. Ja, ik had op die dag ook heel weinig tijd om, om iets anders aan te doen. Punt uit. Ik ga het zo houden en ik ga daar ook niet verder op in. En waarom dat ik zo boos ben geworden dat ik dat niet wil, dat is gewoon geweest dat mijn filmpje offline moest gehaald worden. Die had redelijk wat kijkcijfers. Nu, niet klaar dat je lang tijd hebt gestoken in een film, dat is echt niet ook. Dat is heel fout van jou. Ik denk dat ze kunnen rechter achter je sturen, dan moet je veel betalen. Als je online laat staan. Het staat nog altijd online, maar wel op privé dat ik het alleen maar kan zien. Jij die te dom bent om je polo aan te houden bij een filmpje is jouw fout. Niet de Rode Kruis hun probleem. Je moet dat oplossen, niet zeggen en dat hun fout is. Dit is volledig jouw fout, Timmy. Los het op. Dan had hij daar ook nog dit van het Rode Kruis en al toegevoegd. Kijk maar, ik ga het even erbij nemen. Dus heel deze tekst heeft hij hier dan ook nog eens gepost over het Rode Kruis. Dus ik ga daar niet verder op in. Dus nu hebben jullie het ook gezien. Dan Benny. Hey Dimi, hoe kan het dat jij al 2 maanden tijd 4000 euro kan sparen voor uw nieuwe boeleke? 2 maanden geleden had jij geen centen, zei je toen, en zat aan jouw fans te bedelen. Leg mij dat eens uit, hoe je dat doet. Kijk, al het geld, ook de donatiegeld, die komt aan op de hoofdrekening van de OCMW. Dus waar ook mijn loon en al opgestort wordt. En dan heb ik een afnamekaart van de OCMW. Daar zit maar een bepaalde weekbudget op. En als die op is, is het op. Voilà. En daarbij zeg ik ook van soms, ja, ik heb geen geld en al dit, dat. Maar wel op mijn spaarrekening, daar staat redelijk veel geld op. Hoeveel exact, dan ga ik jullie nooit aan jullie neus hangen. Punt uit. Fred Coquette. Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindenlaan. Maar toen Lotje niet wilde lopen, toen liet Liesje Lotje staan. Dat is dus een tongtwister. Dankjewel. Kan je eens een huistour geven, AUB? Ik zal dat binnenkort nog wel eens doen. Benny. Waarom komt Chrisje niet meer naar Alken? Jawel, Chrisje komt nog altijd naar hier toe. Blijf Bea al slapen bij jou? Ja, natuurlijk blijf Bea al slapen bij jou. Dat is al heel vaak al gedaan. Exo, op mods meeting kreeg ik 2 bolletjes. Hè? Wat zeggen ze over mij? Van dat slapen bij mij.
Op de mods-meeting kreeg ik 2 bolletjes. Zou ik er 3 mogen? Ik ben een grote eter. Exo, 2 is afgesproken. En dat moet je ook niet openbaar maken. En al, ik vind dat niet kunnen. S'avonds traag ik dat ook in van uw 2 bolletjes. Je moet dat gewoon niet openbaar maken. Punt uit. En de DC ook niet. En dan is het, ziet, dan zegt hij, ja, 6 bolletjes. Ja, dag Jan, dat je dat gaat krijgen. Nee. Voilà, dat waren de vragen van Discord. Nu ga ik over naar de vragen van YouTube. Maar het probleem is, ik heb het er nog niet bij genomen. Ik heb wel mijn desktop audio al uitgezet. Omwille van dat ik toch dan redelijk veel moet gaan... Wacht, hè. Je kanaal bekijken. Zo, wacht dan, video's. Tot de vorige Q&A, ja. Oké, dan nieuw tabblad open en... voilà. En nieuw tabblad open. Ik ga even alles op pauze zetten. Voilà. Dan 1842. Daar zijn in totaal 7 reacties op gekomen. E-mail. Zou jij jaloers zijn als Chrisje een liefje zou krijgen? Nee, ik zal super blij zijn eindelijk voor haar. Dat zij dan van straat af is. Daar ben ik dan wel echt heel blij om. In plaats van uw sigaretten zelf te rollen, wat veel goedkoper. Ik kan niet rollen. En ik weet dat er ook machinekes en al bestaan. Maar... Dan e-mail. King Place heeft de beste frietjes. Kan goed zijn. Ik ben er nog nooit geweest. Mijn favoriete frituur is het rondpunt hier in Alken. Dan hebben we nog Smurf. Koop u ook een simulator om Nalu's in op te vangen. Zodat het een echte realistisch een worden. Nee, ja. Dan moeten ze nog wel uitzien te vinden op Eurotrick Simulator 2. Mark of Marcel. Leuke video, Dimi. Doe zo verder. De video's worden steeds beter. Dankjewel ervoor. Een like en een hartje. Nice. Dankjewel, Bonnie Crusher. Duimpje omhoog. Zonnebril aan. Dankjewel. Dat is zijn comment. Dan, not a rapper, is Bea zwanger? Zo een dikke buik. Nee, Bea is niet zwanger. En ik ga daar ook niet verder over in. Punt uit. Dan de vorige Q&A. Daar zijn in totaal 6 reacties op gekomen. Peter de Aart, is dit niet waar? Is inderdaad niet waar. Wij hebben ook wel wasmachine, maar wel 2 voor 12 groepjes genoten. Terwijl wel een fijne groep. Fijne dag, Psycho TV. Dankjewel, Peter de Aart. Voor deze hele mooie comment. Echt waar. Dan Not a Rapper. Hoe komt het dat jij als computerexpert reclame op YouTube krijgt. Ben jij te dom voor een adblocker? Kijk, waarom dat ik geen adblocker gebruik is, dat zijn inkomsten verliezen voor de content creator. Dus als je een adblocker gebruikt, vind ik dat heel schandalig, want zo verlies ik ook weer al inkomsten. Dank u. Dan Boterhamvlogs. Deze keer goed de vragen gelezen. Bij deze integrale blauwe duimpje omhoog. Dankjewel. Dan geef ik u ook een blauw, ja, een zwart duimpje omhoog. Dan Peter de Aart. Ja, PsychoTV heeft het goed gedaan. Dankjewel. Daar geef ik wel een hartje voor. Dan Top G Ruben. Hey Dimitri Vegas. Wat vind jij van de
Jakkeman. Ik heb gehoord dat hij een coole jakka heeft. Jakka. Ken niet de Jakkeman. Wie is de Jakkeman? Dat van de juf van tegenwoordig, blijkbaar. Ik ken hem niet. Nee. Ik geef het eerlijk toe, ik ken hem niet. Dan. Hey Dimi, heb je ooit al eens een SOA gehad? Nee. En als ik die heb gehad, zal ik die altijd wel integraal naar de dokter gaan, ook naar het ziekenhuis gaan, voor de juiste behandelingen te laten opstarten. Als ik dat heb. Voilà, vlog 1845. Oh my fucking god. Daar zijn 20 reacties op gekomen over mijn gevoel gepraat naar de kijkers toe. En ja, daar zijn dan wel redelijk wat reacties op gekomen. En ik hoop ook wel op deze vlog dat er ook wel redelijk wat reacties gaan opkomen. Dan Smurf. Dat gaat er inderdaad over, Dimi. Dit is niet grappig en ik steun jouw gevoel, 100%. Dankjewel, Smurf. Dan Peter de Aard. Goed idee met het banlijst. Ik ga die ook nog binnenkort opnieuw eens updaten. Peter Aard. Goed gezegd, man. Dankjewel. Scopatropa. Laten we samen zwemmen, dan kan je tot rust komen. Dat is wel waar, dat is een like. Rob. Duimpje omhoog, duimpje omhoog, duimpje omhoog, duimpje omhoog. Ah, wel, dan geef ik ook een duimpje omhoog terug. Dan TB Spotter. Hey, ik kijk vaak je video's. En zou liever hebben dat je niet zo gepest wordt. Maar blijf strijden zoals je al doet. Je doet het goed. Ah, wel, ik ga je ook één ding zeggen, mensen. Mij krijgen ze niet heel rap klein. Mij kunnen ze wel rap kwetsen, dat iets heel veel pijn doet. Daardoor kom ik ook heel weinig ook op Discord, omdat ik daar heel vaak kan gekwetst worden. En dan hebben ze ook live contact met mij. Voilà. En dan kunnen ze dingen uithalen waar eigenlijk een klein beetje niet door de beugel kunnen. Voilà. Jung Selke, binnenkort heb je geen abos meer. Met uw bans, sopknoek. Ik ga u één ding zeggen. Mijn abonnees zijn in plaats van te dalen, aan het stijgen. En daar ben ik wel altijd nog echt de nieuwe kijkers hun 100% dankbaar voor. Dus als jij een nieuwe kijker bent, abonneer, 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 abonneer. Please, please, please. Come on. Dat wij in een hele grote community terug worden. Oké, dan. Toffe vlogsken. Dankjewel, Mots Weske. Dan Not a Rapper. Amai, harde vlog. En dan, vliegt er al eentje. Want die heeft een verboden woord gezegd. Oh, fucking hell. Ik weet dus niet hoe dat dus moet. Excuseer. Dus dan gaan we naar mijn YouTube studio. En dan eens even kijken. Ja. Instellingen klikken. Community. Geblokkeerde users, verborgen users. Oké, daar moet dus dan nog eentje bij komen. En dat is I. Fuck. Wat deed ik nu? Sorteren op het nieuws eerst. Ja. Oké. Iroh.
Oké, dus die is. Ik kan dat hier ook. Voilà. F5. Opnieuw laden. Even kijken. Instellingen. Als hij daar nu tussen staat, dan vind ik het geweldig. Had ik dan de juiste? Ja, ik had de juiste. Opslaan. En ik hoorde een ploep ploep. Maar ik ga niet kijken. Ik ga niet kijken. Dan. Topken. Hey Psycho, bedankt voor altijd weer een coole video te maken. Wat maken? Klopt, ja, ik heb die blouse niet aan. Wat maken? Ja, ik heb zo'n hele toffe blouse. En ik ga ook dan nog een shout-out naar jou doen. Top. G. Ruben. Dan LWS. 15 minuten negativiteit. Ben ik niet gewoon van jou. Vind jammer. Kijk, soms moet ik ook wel eens de negativiteit naar boven brengen. En ja. Ik kan er niks anders aan veranderen. Dan Tom Boos. Mooie praatvlog. Zo, dan weet je dat. Dat klopt. Dan Emiel. Wat heb ik nu verkeerd gedaan, maat? Ik kijk al meer dan 6 jaar naar uw vlogs. Dan heeft daar Lucas op geantwoord. Stop er gewoon mee, maat. Echt waar. En dan op hij opnieuw. Of die bonjourt u buiten. Dan Emiel. Dit is wel een van uw betere vlogs. Dankjewel. De DC. Mooi gezegd, maatje. Dankjewel, de DC. Dan e-mail opnieuw. Dimi gaat weer naar de FCCU gaan. Ja, yeah, you're right. Bak Mak. Blijf een vlog in AUB. Laat de haters achter je. Ja, natuurlijk laat ik de haters achter mij. Waarom zal ik de haters meenemen? Ik laat de haters ook achter mij. Dan vlog 1846, 17 reacties opgekomen. Vind ik ook wel weer al heel mooi. Ja, binnenkort moet ik wel gaan beginnen te filteren met mijn reacties. Of anders gaat de Q&A ooit binnenkort 3-4 uren duren. En dat is ook toch niet de bedoeling, hè. Oké. Pony Crusher, duimpje omhoog, duimpje omhoog, duimpje omhoog. En dan krijgt hij ook een duimpje omhoog terug. Simon, leuke video, Dimi. Dankjewel, duimpje omhoog. Cyril, Psycho, heb je er al eens aan gedacht om een horloge te kopen? Een horloge? Nee, ik kan dat niet vertragen, ik geef dat eerlijk toe. Ik kan dat niet vertragen als er iets er op mijn arm hangt. Dan, e-mail, het logo is zichtbaar, oké. Dan, opnieuw, zit je nu niet meer bij het Rode Kruis? Jawel, ik zit nog altijd bij het Rode Kruis, dus daar moet je geen angst voor hebben. Dan e-mail. Leugen. De stemtest staat wel nog online. Je zit gewoon te lui om dat opnieuw te doen. Dus staat de stemtest nog online? Ik ga nu eens even kijken, hè, e-mail. De stemtest. Ja, oké. Klopt. Klopt. Maar ik ga het wel nu niet meer heropnemen, want ik moet binnen een kwartiertje terug al gaan vertrekken. Terug richting Rode Kruis. Helpen daar weer al alles te goed neer te zetten. Oké. E-mail. Weer niet werken? Jawel, ik heb vorige week de ganse week gewerkt. Studio Jo. De laatste tijd daar pijn en daar pijn, dus bij deze stop ik naar deze zever te kijken. Tot nooit meer. Allee, yo, tot nooit meer. En als ik u eens ooit eens moet gaan helpen, dat je zit toch nog regelmatig eens te reageren, hè. Dus nu maar in een vraag ook richting jou toe, hè. Studio Jojo. Studio Jo. 1. Dan doe ik gewoon voorbij. Wacht, hè.
Dan doe ik gewoon gebruiker verbergen op kanaal. Dan kun je niet meer reageren. Voilà. Peter de Aard, goede pleur. Ik hoop voor je dat ze het goed vinden. Ja. Dan Teaser Tech. Je moet maar vrijwilliger admin zijn. Puntje, puntje, puntje. Dan Peter de Aard. Heel veel wetenschap. Dankjewel. Boterham Vlogs. Waarom andere admins weer al ook door het slijk halen? Omdat jij te lui slash te druk bent om te lezen wat andere admin zeggen om u te helpen. Ik heb u in de tijd hele uitleg gegeven om makkelijk thumbnails te maken. En jij vertik het om dat nog maar te lezen. En dan maak jij al twee vlogs de admins zwart terwijl wij u proberen te helpen. Maar jij gewoon geen moeite doet, daarom wij vragen al weken aan een stuk als jij eens wil op Discord call komen, maar jij wil liever Rumicup en mensen sturen op X. Ja. Ik heb nu een meeting woensdag, dus een crew meeting, dan weten jullie dat. Oké. Okay. Ik heb gezegd dat ik op tijd klaar was, hè? Ja. Maar ik ben nog niet klaar. Dan, Hamza. Je zit heel de video de Rode Kruis te roepen. En opeens ga je hier 1440 de naam niet meer zeggen. Je bent echt een clown. Ik weet het. Ik weet het dat ik een clown ben. Is het de kruis of het kruis? Alsjeblieft. Ik denk dat het kruis is. Nee, de kruis. Dat weet ik niet. De kruis is het. Hamza, ik vraag me af of we ooit één filmpje gaan hebben van Dimi waar hij niet klaagt over iets. Ik zie dat je direct naar de dokterbezoek helemaal genezen bent. Heeft hij jou na molen gegeven voor jouw spieren? Nee. Nee, totaal niet. En ik heb nog altijd last van mijn maag. Dan moet je zelf vragen aan mijn schatje. Want ik zag daar ook soms tegen mijn schatje dat ik last heb van mijn maag. Dan not... ook van je been. Ja. Not a rapper. Hoe komt het dat je na je doktersbezoek niet meer moest manken? Omdat dat een ontsteking is in mijn heup. Not a rapper. Dimi. Oh nee, ik kan niet goed auto rijden. Also Dimi, vrijdag naar Chrisje rijden. Ja, daar ga ik dus niet verder op in. Dan hebben we nog een vlog 1847. Drie reacties opgekomen. Marcel. Hele leuke vlog, Dimi. Dankjewel, blauw duimpje omhoog. Boterhamvlogs. Livestream was wel beter vanaf jij file mod instelde. Dat is echt toppie. Bij deze, dat is dan ook alweer het einde van mijn reactie. Yo, 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 yo. Dat staat er hoor. Dan Peter de Aard. Ga zeker zo door. Met vloggen van jouw vlogs word ik blij. Oh, love, love, love naar jou toe, Peter de Aard. Dan, ze hebben nog op vlog 1848, vier reacties. Romee, Oppi, Trojan. Het antwoord op je vraag is... De eerste editie van Big Brother 2000, dat klopt.
Dus de antwoord op de vraag wat ik daar had gesteld, van waar ik heb ik Frank Mohner heb leren kennen, is natuurlijk van Big Brother in 2000, dat klopt. Dan Marcel, tof video weer. Doe zo verder. Dankjewel. Hartje omhoog. Hey Timmy, denk je nu echt dat wij de voetbaluitslagen niet weten? Jij denkt dat wij achterlijk zijn of mentale achterstand hebben of wat? Dat denkt jij, Benny. Dat denkt jij dat de andere de mensen dat denken. Maar wat is eigenlijk de uitslag van de Belgische voetbal? EK België. Even kijken wat België heeft gedaan, want die heeft er juist gespeeld. 0-1 verloren. En ik heb gehoord dat er ook 2 doelpunten zijn afgekeurd. Maar dat komt nog wel goed. Ik heb nog altijd de positieve vibes. Zo gelijk. Wacht hè. Even kijken. Ze moeten nu tegen Roemenië eerst spelen. En dan nog eens tegen Oekraïne. Wel. Tegen Roemenië. 2-0. Voor ons. En dan tegen Oekraïne. Tegen België. 0-3. Ja. Verlassen. Hey Timmy, dat vind ik flink van jou. Dat je boelijk op de juiste parkeerplaats staat. Dankjewel daarvoor. Oké. Okay. Wel mensen, ik hoop dat jullie van de Q&A hebben genoten. Ik hoop dat jullie ook van de vlog hebben genoten. Via hier ga ik ook mijn vlog dan ook integraal ineens afsluiten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Abonneer, 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 abonneer. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Belletje, belletje, belletje. Klik, 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 klik. Zo blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, een video of een livestream is of een short movie is. Voor de rest zie ik jullie allemaal later terug. Tot morgen allemaal. Yo, 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 yo.